Deventer bezinnigt. Een kwestie van kiezen. Ook Deventer krijgt te maken met bezuinigingen. Vooruitlopend op de te verwachten bezuinigingen uit Den Haag wil de gemeente tot 15 miljoen euro aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden ontwikkelen. Niet alleen, maar samen met inwoners en organisaties. Daarom worden er werksessies georganiseerd rond 6 thema's. Dienstverlening en regelgeving, economie en cultuur, leefomgeving, samenleven en meedoen, ruimte en projecten en jeugd. De verschillende thema's en werksessies worden in deze serie in beeld gebracht. Deze aflevering het thema jeugd. Voorbeelden van bezuinigingen op jeugd kunnen zijn afschaffen van het schoolzwemmen, bijdrage voor begeleiding van kinderen met leerproblemen verlagen, minder locaties voor het Centrum Jeugd en Gezin en bezuinigen op het project dat schooluitval bestrijdt. Tijdens de werksessie Jeugd in het Stadhuis wordt hierover gediscussieerd. Zijn dit reële bezuinigingsmogelijkheden? Of hebben de deelnemers juist hele andere ideeën om te verdienen en of te bezuinigen op jeugd? In het stadhuis werd op 7 september de eerste werksessie voor het thema jeugd gehouden. Maatschappelijke instellingen en inwoners schoven aan om samen na te denken over welke mogelijkheden voor verdienen en bezuinigen er zijn voor dit thema. Moet er minder geld gaan naar de peuterspeelzalen? Moet er meer samengewerkt worden of juist minder? Wethouder Margriet de Jager geeft aan dat het belangrijk is om samen na te denken over mogelijkheden voor bezuinigen en de effecten daarvan. Je kunt je voorstellen dat mensen niet gelijk zullen zeggen van nou, dan moet dat maar zus of dan moet het maar zo. Dus wij willen eigenlijk mensen in een aantal sessies mee laten denken van nou, wat kan er? Hoe kun je elkaar versterken? Wat we willen doen op het gebied van jeugd en jongeren is het smarte samenwerken, dus het duidelijker met elkaar samenwerken. Dat is verplicht tot iets. Maar we willen ook laten zien in een aanbod, en het hoeft nog niet meteen een bezuiniging te zijn, maar die ideeën zie ik ook, van laat kinderen ook gewoon kiezen. En wellicht komt daar dan in een scala van aanbod wat we nu hebben een soort keuze in. Van, oh, daar hebben jongeren belangstelling voor. En dan hoef je andere dingen dus niet aan te bieden. Dat betekent dat je het kind zelf laat kiezen zonder dat je het als organisatie of als gemeente gaat voorschrijven. Dat zou een bezuinigingseffect kunnen zijn. Op korte termijn hoeft het nog niet zo te zien, maar wij proberen voor 2012 en verder in onze meerjarenbegroting een langjarig effect te hebben, zonder dat we eigenlijk meteen gaan zeggen van nou, u moet 10% inleveren. Want dat kan ook, het is ook een benadering. We hebben alle organisaties uitgenodigd om juist dat te voorkomen en niet de kaasschaaf te hanteren of droog te zeggen die taak willen we niet meer doen. Op papieren tafelkleden kunnen alle ideeën voor verdienen en bezuinigen opgeschreven worden. In totaal zijn er 80 ideeën opgeschreven voor het thema jeugd. Zoals middelen wijkgericht inzetten, minder kleine subsidies toekennen, 1 instelling per wijk en in grotere verbanden samenwerken. Er waren een aantal dubbele ideeën waardoor het aantal unieke ideeën op 48 komt. Na deze ronde werden er opmerkingen bij de ideeën geschreven en door een sticker te plakken kon aangegeven worden wat ze van het idee vinden. Haalbaar, vernieuwend, levert niets op of moet verder worden uitgezocht. Nou, aan het eind van de avond gooien we geen enkel idee weg. Want elk idee gaan we ook nog eens een keer aan onze collega's in het ambtelijk apparaat voorleggen. Van reageer hierop. En niet met het idee van het wordt nooit wat. Nee, met het idee van dit is een waardevol idee. Hoe zou jij dat waardevoller kunnen maken? Wat heeft u vanavond opgeschreven hier op het tafelkleed? Nou, een aantal zaken. Dat de middelen gerichter, wijkgerichter ingezet kunnen worden. Maar ook, wat hadden we nog meer? Die schriftelijk communiceren, uitsluiten via de mail en ja, nog wat van die zaken. Maar eigenlijk wel elke keer terugkerend op het gebied van samenwerking. Op het gebied van zorg dat je elkaar vindt. Waardoor je naar mijn idee nog wel een efficiëntieslag kan maken. En waardoor en de kinderen beter af zijn. Maar waardoor je ook een bezuiniging binnen kan halen. Bijvoorbeeld op Zwaluwburg hebben we 3 scholen staan. Die hebben met elkaar wel allemaal verschillende kinderen die op een verschillende school zitten. De ouders hebben daar ook voor gekozen dat ze op die school zitten.
Maar we willen ook heel graag toch wel dat daar een stuk afstemming is, zodat kinderen ook na schooltijd eigenlijk in dezelfde cadans door kunnen gaan, een verdieping kunnen maken op datgene wat ze in school geleerd hebben, waardoor hun ontwikkelingskansen toenemen. En dan merk je dat er dan heel veel organisaties omheen zitten, wat heel veel afstemming vraagt. En daar zouden we eigenlijk iets op moeten bedenken, om dat efficiënter en effectiever te maken, zowel in uitvoering als, als in resultaat. Er is bijvoorbeeld een idee op tafel gekomen om vooral alle subsidie of alle mogelijkheden te besteden aan ouders, maar vooral kinderen van 0 tot 12 jaar. En de ouders ook daarbij, want dan weten ze wat er gebeurt. Maar alles op het gebied van onderwijs, van training voor dyslexie, van kunst, cultuur, erfgoed, milieu, sport, zwemmen, alles. Zodat je dan kinderen van 12 jaar hebt die een attitude kunnen ontwikkelen van wat past bij mij, wat wil ik vinden, wat wil ik zoeken. Als je dan puber wordt, dan kan je kiezen en dan kan je in je circuit een dansgroep oprichten of een atelier bezoeken, veel meer zelf. En dan scheelt het misschien ook schooluitval of dan nog training van kinderen die ergens voor achterlopen. Ik denk als je een totaal aanbod doet, binnen school maar ook naast school, maar wel in die leeftijdsgroep, dan heb je het meeste profijt. Op 30 september van 2 tot 5 uur 's middags is er in het stadhuis een vervolgsessie over jeugd. De effecten van de ideeën worden besproken. Iedereen kan meedoen met de werksessie. Op deventer.nl/deventerbezinnigd worden de ideeën verzameld waarop gereageerd kan worden. Ook kunnen nieuwe ideeën worden toegevoegd. De eerstvolgende werksessie gaat over dienstverlening en regelgeving. Moet publiekszaken minder vaak open, kort parkeren duurder worden of minder toezichthouders op straat? Praat mee op 14 september van 4:30 tot 7:30 in het stadhuis of via de website.